Hey mensen en welkom bij een gloednieuwe video. Winter Wildcards is begonnen. We hebben een Winter Best of Team Impacts. We kunnen 83 keer 10's gaan doen, 84 keer 5's. Er is één probleem en dat is dat we overal informs voor nodig hebben. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je die het beste kan grinden. Ga er lekker voor zitten en dan gaan we gauw beginnen met de video. Ja jongens, zitten we weer. Lekker man. Hey, het team jongens, en ik moet het toch even zeggen, is gewoon onveranderd. Tot nu toe. Kijk, dit is hoe het team staat. En ik denk dat er met Winter Wildcards wel het een en ander gaat veranderen. Dus dat is heel erg leuk. En daar heb ik heel veel zin in. Maar voor nu is het wat het is. We hebben één upgrade. En dat is onze Loftus Cheek. Die heeft opeens een 88 rated kaart gekregen. Dus dat is hartstikke lekker. Maar goed, Winter Wildcards is dus hier vanaf vanavond. Komen er ook daadwerkelijk Winter Wildcards Special Cards nog extra in. Packs. Er is een nieuwe 93 rated Mbappé kaart uitgekomen. En nu heb ik ze 92 player of the month natuurlijk gedaan. Heb je dat nog niet gezien? Ga die video na deze ook even checken. Maar ja, ik heb eigenlijk geen zin om deze te grinden. Hij is bijna 5 miljoen coins. Het is me gewoon echt te veel. Misschien tijdens Team of the Year. Maar zoveel beter dan de andere kaart is die denk ik niet. Dus nee. Ik denk het niet, hè jongens. Maar weet je wat ik wel denk? Is dat jullie allemaal even moeten abonneren als je dat niet gedaan hebt. Bij de 100.000 abonnees geef ik 100.000 FIFA points weg. Dus ben je nieuw, druk op die knop en dan maak je daar kans op. En laat even een like achter, want bij 500 likes op deze video, jongens. En ik meen het, 500 likes, komt er morgen weer een gloednieuwe voor jullie aan. Oké, nu is het dus belangrijk dat wij eventjes gaan kijken naar wat er wel al allemaal uit is. En een van die dingen is de marquee matchups. Daar gaan we even mee beginnen. Kijken of we nog wat extra coins kunnen krijgen. We hebben 4 squads te doen uiteraard. De ratings zijn allemaal heel erg laag. Laten we er gewoon even snel doorheen gaan en dan hopen dat we iets lekkers pakken. Heel simpel. Zo, die speler is gekocht. Hoeven we ons daar niet zo druk meer om te maken. Nu moeten we op zijn minst 5 nations en we moeten 26 chemistry. Dus ik hoop dat ik nog iets van de La Liga Santander mijn club heb zitten wat we kunnen gebruiken met een gekke nation. Nou, hier eentje, de rechts mid. Zo, hebben we de cam te pakken. Zetten we deze twee erin en dan zijn we er gewoon. Hoe lekker is dat? Eerst de SBC af. En ik heb maar 1000 coins hoeven uitgeven. We hopen dat we er meer uit terugvangen, want we zijn keihard onderweg naar die miljoenen. Team of the Year is als het goed is over exact een maand. En dan moeten we gewoon op die miljoen zitten. Want we moeten straks ook nog 83 keer 10's gaan grinden. Hey, die zijn leuk, joh. Ah, daar heb ik echt zin in. Ook deze squad lukt zonder iets te kopen. Dus dat is echt heel erg fijn. En het is natuurlijk weer hopen op een tradable goede speler. Ik zie het niet echt gebeuren, maar het zou toch fijn zijn. Het is weer een 83'tje. We kunnen het weer gebruiken, dus het is niet heel erg. Maar we gaan geen coins doorvangen. En dat is toch waarom ik dit doe. Derde squad dan. Want Serie A spul, dat moet wel goed komen. Dan krijg je wel echt een scheidpack voor, hoor. Dus hier verwacht ik helemaal niks uit te packen. Het is volgens mij een mixed players pack. Nou, 1 rare speler in de hele pack, geloof mij maar. Dat is niet zo heel bijzonder. Al is deze kaart wel 2,4k, jongens. Dus die coins gaan we wel lekker vangen. De rest, dat gooien we denk ik gewoon de club in. En dat gebruiken we wel weer in de laatste. Zo, en ook de laatste is afgerond zonder een coin uit te geven. Dus we zitten al op 1,5k winst door die ene speler van de net. Maar het zou toch fijn zijn om uit deze mega pack eventjes 10, 20, 30.000 coins te vangen. Ja, dat zou gewoon ideaal zijn. Dat heeft een Road to Glory best wel hard nodig. Mijn eerste Small Prime Mixed Players Pack natuurlijk. Lijkt niks in te zitten. In ieder geval geen walkout. Dus wat het ook is, het is niet heel sterk. Toch een 84'tje. Maar die zijn op het moment echt super goedkoop. Dus ik zit erover te twijfelen of ik eventjes wat 84'tjes en 85'tjes ga inkopen. Want dit is dus gewoon 2000 coins per kaart. Het is helemaal niks. En met zo'n 83 keer 10, die je 10 dagen lang kan doen en al het andere wat uit gaat komen, ja, is het heel slim om hierin te investeren. Dus ik denk dat we dat maar gewoon moeten gaan doen. Maar goed, we hebben nog een mega pack. Laten we hopen op iets lekkers. Het is volgens mij geen walkout. Dat is wel balen. Ja, dit is Gabriel Jesus. Het is weer een 84'tje. Weer 2000 coins. Dus we pakken wel wat winst. Maar ik had stiekem gehoopt dat we even wat coins zouden vangen. Maar goed, weet je, dat is ook niet het einde van de wereld, toch? Zullen we eens kijken of we genoeg in de club hebben zitten voor een 83 plus keer 10. En dan is het hopen dat we uit de 83 keer 10 een nieuwe inform packen. Zodat we de volgende ook weer kunnen klaarzetten. Dat zou ideaal zijn. Dit lukt in ieder geval. Kunnen we er in ieder geval één gaan openen. En dat is lekker. Het is echt hopen, jongens. Bidden naar de EA-goden dat we hier even een inform uitpakken. Zodat we er nog één kunnen doen. En dan is het hopen dat we misschien nog een inform packen. En dat we ook de laatste kunnen doen. En in de tussentijd houden we gewoon lekkere folder over. Dat is het idee. Gaan we een special card krijgen? Nee. Is de walkout? Ik denk het wel. Maar dit is er eentje die ik al heb. Dus dat is wel heel pijnlijk. Het is wel een dubbele walkout. Dus er zit nog iets 88 of hoger achter. Ter Stegen. 89 rated. Nou, dat is nu al een hele goede 83 keer 10 natuurlijk. Want kijk wat we eraan overhouden. Maar het is hopen dat er in die vorm in zit. En dat zit er niet in. Oké, ga ik er eentje kopen is dan de grote vraag. Dat vind ik wel heel duur. Dat is het niet helemaal waard. Weet je wat wij gaan doen?
We gaan eventjes al onze lage rated golds in 80 plus playpicks gooien. En dan is het hopen dat we daar gewoon nog een inform uit mee vissen. Zou toch lekker zijn. Kom op. Even klaarzetten en dan hopen op het beste. Nee, pick 1 niet. Hey, kom op, bless me. Nee, helaas, de eerste niet. Maar ook deze 82'ers zijn natuurlijk handig, want die kunnen we ook weer gebruiken in bijvoorbeeld Team of the Week player pick. Stel, we gaan niks packen. Poging nummer 2. Kom op, jij geef me in vorm. Weer helemaal niks. Prima is scheepsrecht, toch? Nee, maar wel een 84'er, dat is iets. Kom op, geef me iets lekkers. Damn it. Weer geen special card, weer geen walkout. We hebben echt pech hier. Nee, weer geen special card. Damn it. Nou jee, bless me even. Een 85'er is oké. Dat is prima. Maar het is geen in vorm. Nou, kom op. Kom op. Nope, weer niet. Damn it. Volgens mij kan ik er nog eentje doen, dan ben ik door mijn non-rares heen. Dus als het in deze laatste niet lukt, dan gaan we gewoon een inform player pick halen. Doen we het op die manier. Ben ik wel weer mijn fodder kwijt, die we dan weer nodig hebben voor de 83x10 natuurlijk. Maar ja, je moet iets toch? Je moet iets. En je wilt gewoon niet te veel coins kwijt zijn, want dat is gewoon echt dood en dood en doodzonde. En de allerlaatste player pick. We zijn door de spelers heen. Hebben we het op deze manier geprobeerd. Niet heel veel aan overgehouden. En ook in deze laatste geen walkout. Dat is toch wel een beetje balen. Maar we gaan even kijken of we voor een K of 5, 6 zo'n Team of the Week player pick kunnen doen. En dan hebben we in ieder geval nog een inform die we kunnen gaan gebruiken. Dus dat is iets. We zien het wel. Nou, dit lukt in ieder geval dankzij die Bernardo Silva zonder enige moeite. Dat is fijn. Dan kan die ook weer de club in wat lekker is. Dit is in ieder geval gedaan. Hebben we de inform te pakken dankzij de folder die we kregen uit die player picks. Dus het was niet compleet nutteloos. En is het hoop op een lekkere Team of the Week kaart. Nou, die zijn allemaal 83 rated. Maakt niet uit, want we gaan hem lekker gebruiken in de volgende 83x10. Ik ben echt volledig door mijn spelers heen nu. Het is helemaal op. Als we hier geen inform uitkrijgen, dan houdt het voor vandaag even op. Dan moet ik wat tijd gaan pakken om echt weer mijn spelers op te bouwen in de club. Moet ik mijn Weekend League kwalificatie gaan doen. Anders zie ik het niet gebeuren. Dus laten we hopen dat we hier een Team of the Week uitpakken. Er zit een special card in. Polen. Keeper, dit is Dudek. UCL Hero natuurlijk. Dat is al heel erg nice. Dat is ook de enige walkout die erin zit. Ik moet zeggen, lekker keepertje. Hele gave dynamic image. Laten we eerlijk zijn. Zit er nog een inform achter? Zeg alsjeblieft van wel, jongens. Nee, weer niet. Balen. Dudek is niet gigantisch duur trouwens. Maar het is wel een leuke kaart. Kan ik beter deze SBC nog een keertje doen. En dan de rest van die squad kopen. Dat kost me maar 10k. We doen het op die manier. Ik heb een ander idee. Wat ik ook nog kan doen. Allemaal extra stappen dit. Ik weet het. Maar wat wij gaan doen, is er nog even een upgrade eruit pompen. En dan gaat het om de daily gold upgrade. Kun je 3 keer doen. Krijgen we dus ook weer 33 spelers van. Die kunnen we weer in playpicks gooien. En zo kunnen we weer wat fodder opbouwen. Oh, dit is slim. Ach, ik ben hier echt veel te goed in dit gegrind. En voor deze SBC krijg je ook nog eens 2 keer een pack terug. Als je geluk hebt en je krijgt een League 1 zilver of een Eredivisie zilver, kun je ze nog verkopen. Nou, nu hebben we dat geluk hier helaas niet. Maar goed, dat maakt niet heel veel uit. En zo kun je dus eigenlijk heel erg makkelijk, en dat moet ik ook echt heel erg makkelijk, gewoon wat gouden spelers in de club krijgen. Nou, daar kun je ook nog eens altijd wat uitpakken natuurlijk. Maar daar doe je het niet voor. Want die spelers gaan dan weer in player picks. En met die player picks hoop ik dan vervolgens die in vorm te pakken. Hier zit een Heerenveen speler in. Kijk. Daar pakken we toch gewoon 600-700 coins. Al die kleine beetjes zorgen ervoor dat ik straks op die miljoen zit. En nou ja, je zou denken van, wat maken die kleine beetjes nou uit? Maar ik leg er nu 1,5 week op en we zijn van 200k. Alweer weet ik hoeveel gegaan. We pakken hier gewoon een special card uit die upgrade pack. Is het Ashuola? Ik heb geen idee wie dit is. Nee, dit is Chowinga. Maar dat is wel een 86 graded kaart. 87 zelfs, helemaal niet slecht. En dan de tweede pack met 11 gouden spelers. Nou, dit keer zit er geen special card in. Maar goed, dat kun je ook niet echt verwachten natuurlijk. We krijgen wel een rare. Dit gaat weer allemaal in een player pick. Zo, we hebben er nog eentje te doen. Dan player picks. Dan de laatste 83x10. Ja, en zo kun je jongens toch wel heel erg makkelijk gewoon 83x10's grinden zonder een coin uit te geven. Je moet gewoon heel tactisch kijken naar oké, wat kan ik doen? En hoe gaat het me het beste spelers opleveren? En nou ja, uiteindelijk ga je dan echt wel genoeg krijgen. Allemaal bruikbaar. Zullen we eens kijken of we die inform pack al af kunnen maken? Dat is misschien handiger. Leveren wel een 85 en 284's in, maar weet je wat? Dat maakt niet uit. De volgende inform is in ieder geval binnen. En het heeft me nog geen coin gekost. Dus dat is wel heel erg fijn. Gaat er nog een leuke inform in zitten? 85 rating. Dat is helemaal top. Nou, met de Mancini erbij zijn we er dan. Is de grote vraag. Ja. Oké, inleveren die hap. Hopen op een goede laatste 83x10 voor vandaag. Het was nog best wel een flinke weg om dit te doen. Maar het is hopen dat het waard was en dat we nog eindigen met een lekkere 83x10 in de gold pack. Krijgen we wat spelers, maar dat is niet zo heel interessant. Maar de laatste 83x10 is binnen. We hebben al 2 special cards gepakt in deze trip. We krijgen hier een derde. Dat is super nice. Dit is back-to-back Dudeks.
Wat moet ik nou met twee Hero Dudex, jongens? Kom op zeg. Er zit nog een walkout achter, dus dat is leuk. Maar dit is een beetje onhandig. Wie is dit dan? Ik heb geen idee. Milito? We packen er twee in één pack. Ah, dat is wel heel erg ziek. Alle twee echt zieke dynamic images. Zit er nog iets leuks achter? Nou, ook nog eens een 88 Paredes. Dus ik heb twee 88 Raiders dubbel. Ja, dat is wel een hele zieke om op te eindigen vandaag.